Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Winterse tafereelen in het noorden van het land, waar geschaatst kon worden op de straat door uh, ijzel van de afgelopen nacht. Die ijzel is voorbij. Bewolking hebben we nog steeds boven ons land. En uit die bewolking valt op dit moment geen neerslag. Maar we zien wat actievere wolken ten zuidwesten van ons land. En dat betekent voor de komende uren dat we langzaam, maar zeker toch te maken gaan krijgen met een opleving in de neerslagkans. Dat zal in de loop van de avond gebeuren en in de nacht van het zuidwesten uit. En dat botst dan een beetje op de koude lucht die vanuit het noorden terrein probeert te winnen. Op het grensgebied zou toch weer wat winterse neerslag kunnen vallen in de vorm van ijzel. Dan denken we met name aan een strook over Noord-Holland. Flevoland richting uh, Gelderland en Overijssel. De neerslag bereikt het noorden waarschijnlijk niet. Daar blijft het wel vriezen. Maar als de neerslag er niet komt, zal het daar ook niet ijzelen. Hoe dan ook, daar is het al glad. En die gladheid kan zich in de avond en vooral in de nacht dus wel ietsjes uit gaan breiden. Vanavond temperaturen tussen min 3 en plus 7 graden. Vannacht daalt het kwik in het noorden naar min 6. In het zuiden is het plus 5 graden. En zo ergens op dat grensvlak zal dus wat lichte neerslag kunnen gaan vallen. Morgenochtend wordt het geleidelijk aan droog. Het blijft wel bewolkt. De zon heeft weinig kans en we zien de neerslag eh, eigenlijk niet meer terug in het weerbeeld. In het zuiden blijft het zacht, 8 graden. En zo'n beetje over de lijn Amsterdam richting Nijmegen. Daar zal de 0 gradenlijn liggen. En ten noordoosten daarvan blijft het gewoon vriezen. Nou, de temperaturen gaan wel omhoog. Donderdag wordt het 2 tot 9 graden. In de ochtend kan er nog wat lichtwinterse neerslag vallen in het noordoosten. Maar ook daar loopt de temperatuur op en dan regent het. En in de middag breekt in het zuidwesten de zon alweer door. Vrijdag een wisselend beeld met wat zon en ook wel een enkele bui. En ook zaterdag is het niet helemaal droog. Deze dagen liggen de temperaturen op 7 of 8 graden. En dan de dagen daarna. Het blijft vooralsnog tot na het weekeinde vrij zacht. Daarna lijkt er toch wel weer enige daling van temperatuur mogelijk. Maar we zien tegelijkertijd het grijze gebied... Veel Groter worden. Dat betekent dat ook de onzekerheid toeneemt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl